De Jacco Cup is eigenlijk een toernooi die we dus jaarlijks voor de vijfde maal in de maand mei doen. Met drie weekends eigenlijk. Dus van daaruit dat we met een 280 ploegen eigenlijk dit toernooi dit jaar gaan organiseren. Ja, ik doe hier mijn stage in mijn laatste jaar sportmanagement en ik moet eigenlijk de toernooien met nog twee andere stagiaires en nog een aantal vrijwilligers eigenlijk tot een goed einde brengen. Dus ja, dat is nu een beetje het einde van mijn stage. De voorbereiding die vooraf zijn gegaan, zijn de voorbije maanden al gedaan, maar nu is het eigenlijk de dag waarop dan de toernooien plaatsvinden. We spelen eigenlijk een toernooien van 5 tegen 5, regionaal, als ook nationaal. Ook een 8 tegen 8, waarbij dat we ook zowel regionaal als nationaal aanbieden. En ook een 11 tegen 11 concept, zowel regionaal als nationaal. De opzet is eigenlijk dat de jeugdploegen eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden spelen tegen zoveel mogelijk teams. En de kwaliteit van de jeugdploegen zijn op dit toernooi eigenlijk toch redelijk hoogstaand. Ik denk ook wel dat er een keer provinciale ploegen zijn die tegen een hoger gerangschikt team kan spelen. Dus ik denk dat het vooral voor die ploegen wel eens leuk is om hier aan mee te doen.